Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. Oh, sorry. Mijn microfoon ging even raar doen. Die kwam naar me toe. Eng. Vandaag wil ik eigenlijk nog één huisje erbij gaan bouwen. En dat wil ik boven het water gaan doen, denk ik. Half, zo'n beetje. Alleen, ik wil er wel even zeggen, ik voel me eigenlijk niet zo lekker. Dus ik zou soms een beetje raar kunnen reageren. Of soms echt gewoon stom reageren of zo. Want ja, ik voel me eigenlijk niet zo geweldig. Dus vandaag. Ik wil wat stijgers hebben. Dia. En daarvoor heb ik ook nodig. Oh, die heb ik al. Oh, dat was even heel erg snel. Maar ik voel me eigenlijk niet echt zo heel geweldig. Dus vandaar dat ik ook een korte episode ga doen. Want ja, dit record ik nu op het moment gewoon nu. Gewoon de woensdag. Het is nu 4:30. Dus daarom ook een beetje een korte episode. Kom op. Zo. Hoe groot wordt die? Zoiets denk ik. En dan. Hoe breed moet die zijn? Hoe breed is die? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier. Oh, ik heb het trouwens nog niet geüpdate. Voor mensen die het afvragen van heeft die al geüpdate? Nee, ik heb nog niet geüpdate. Het is nog steeds 1.4.4. Omdat ik zekerheid wil zeggen, wil weten of Optifine er al is. Dus als jullie weten of Optifine er al is, zeg dan even. Dan weet ik of Optifine er is. En dan weet ik of ik hem wel of niet ga updaten. Want ik heb het nu nog niet gedaan. Nu wil ik hem eigenlijk. Een platformpje maken, maar die platform dat wil ik eigenlijk van donker hout hebben, maar zoveel donker hout heb ik eigenlijk helemaal niet meer, dus kijk, dit is eigenlijk al donker hout wat ik nog heb. Ja, ik moet echt een keer timmer mod installeren of zo, man. Ik wil eigenlijk een soort van stijgerhuisje, maar in het geval ding maken, gewoon dat er geen plek meer was dat ze dachten van oh, we doen het wel boven het water. Zoiets, weet je wel. Zo. Het is ook best wel een groot huis. Dus het is wel een luxe, hè, om boven het water te. Probeer niet zo dood te praten. Het spijt me. Het is wel een luxe om boven het water te wonen. Dus vandaar dat het wel een groot huis wordt. Want dat kan je betalen als je boven het water kan wonen. Dan betaal je veel. En dan kan dat. En dan ben je blij. En dan zeggen ze van, yeah buddy. Bloep. Ja, de stijger zoiets dan. En dan hier natuurlijk ook. Ach, godverdomme, waarom sprint hij die niet? En hier natuurlijk ook gewoon weer die white wood. Zo, deurtje. Ja. Nog een raampje. Nog een raampje. Twee raampjes. Zo. Ik kan gewoon één huisje maken, een korte episode en dan doe ik er weer uit. Dan vind ik het goed. En dan, ja, dan heb ik toch wel weer een episode erbij eigenlijk. Ja, een kleine episode. Ja, maakt er allemaal niet uit. Deze kon ik net zo goed hier gewoon laten staan, want ik moet toch nog naar boven. Glass Plains, die kan ik meteen plaatsen. Die was echt faal geplaatst van mij. Zo, dit wordt deur. Hier komt nog een raam, hier komt nog een raam. Zo, zo. En dan heb ik slabs nodig, wat ik natuurlijk niet meer heb. Nee, natuurlijk niet. Ik heb nog wel dit, maar ja. 21 gewoon zo heb. Allemaal slabs, bam. Hoe deed ik dat ook weer? Zo. Oh. Dat had ik. Kan ik dat halen zo vanaf hier? Nee, ik het niet dus. What the fuck is er met mij aan de hand? Echt. Ja, dat kan je dus halen. Lol. Niet als je Tommy heet, maar dat maakt niet uit. Weet je. Ik
probeer steeds vaker iets van het parcours uit te proberen, zodat ik straks niet meer zo slecht in ben. Als ik ook nog een keer parcours map wil doen, dus vandaar. Dus steek die eentje uit en dan nog eentje omhoog. Dus deze moet nog eentje omhoog. Deze ook. Zo. En dan kan ik alvast deze ook gewoon zo meteen maken. Die kan weg. Ja, ik doe het met de pickaxe, ik weet het. Het is het wordt nacht. Dat is minder. Steek hier alvast toortjes neer. Zo. Zo. Oké, dan maak ik meteen een dak. 3, zo. Zo nog. Zo nog. En deze. Kijk, dat is een mooi huisje. Gewoon op een steiger zo. Dan moet ik nog wel voor zorgen dat ik dit nog zo doe. Ik zou wel genoeg hebben, denk ik. Hoop ik. Neem ik aan. Zo. Zo. Even zo rondom. Zo rondom en dan nog. Zo. Ja, het is een huisje op een steiger. Dat ziet iedereen. En om het iets vetter te maken wil ik eigenlijk nog dit gaan doen. Ik wil nog rondom nog een beetje van dat half slabs van hetzelfde kleur doen. Zodat je eigenlijk een beetje gevoel krijgt dat die niet echt. Dat het niet een langer huisje is dan normaal. Want kijk, als je nou gewoon zo doet, hè. Dacht ik. Zoiets. Dan zie je dat het in ieder geval op iets staat. Dat het niet een. Kijk, en dan kan je hier altijd nog gewoon die pad naartoe maken natuurlijk. Ik wil geen zwevende huisjes gaan maken ofzo. Dus vandaar dat ik hem ook gewoon vast heb gezet op de grond met van die. Met dat. Het is real. Het is real. Seems legit. Laten we het zo zeggen. En ja. Even wat toortjes plaatsen natuurlijk. Want anders wordt het zo donker, hè. Kijk hier op via het water. Ja, chill. Dat is fijn. Zo. Mensen die mij nu een beetje een droogkloot vinden. Het spijt me. Dat heb ik, ben ik normaal niet. Ik heb al gezegd. Ik voel me niet zo lekker. Dus. Dat is daarom denk ik dan maar. Ja, ik weet wel zeker dat het daarom is. Want normaal ben ik niet zo'n droogkloot. Ik ben soms zelfs nog wel best hyper. Dus vandaar. Dus mensen die nu voor het eerste keer naar mij kijken. Zo van. Want een klootzak. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Ik ben eigenlijk normaal best hyper. Maar goed. Kijk eens aan. Ik vind het zo wel mooi uitzien. Zo'n beetje een steiger. Het lijkt wel of het huisje iets groter is. Hè? Misschien ga ik het de sters op het bovenste. Of de helft op het bovenste ding doen. Dat weet ik nog niet. Maar misschien doe ik dat. Dit is een korte episode. Het spijt me daarvoor. Maar ja, ik heb het al gezegd. Ik voel me niet zo lekker. Dus vandaar. Buikpijn, jongens, niet normaal. En dat zakt wel gelukkig. Dus ik hoop dat het zo blijft. En dan ben ik blij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wow. Abonneer op mijn kanaal. Geef de video een groen duimpje. En ja, sorry als deze video niet zo leuk was. De volgende video zou wel heel leuk worden. En dan check jullie allemaal later. Ciao.